Ik ben in jou contact gekomen via mijn zus. En die heeft mij ja, aangegeven dat het een procesbegeleiding via jou kon inhuren. Wat ik voornamelijk heb ervaren is een stukje aankoopbegeleiding. Het proces was ons onbekend. En nou, daar hebben we heel veel aan jou gehad om de stappen van het proces te voorspellen. Wij waren zelf onwetend in wat de volgende stappen en hoe de andere kant van het proces zou handelen. En daarin heb je ons enorm ja, aan de hand genomen en laten zien van nou, dit gaat er gebeuren, dat gaat er gebeuren. Je wil zelf te snel te graag, want je vindt het een mooi huis. En nou ja, juist op het juiste moment op de rem drukken van wacht nog even, zij zijn nu dit aan het voorbereiden of ze komen daarmee. En uiteindelijk hebben we op de juiste momenten de juiste stappen gemaakt. En ja, hebben we alsnog het mooie huis, maar wel met een betere deal dan dat we zelf. Want we hadden er zelf met open vizier vol in het mes gelopen. Wat ik prettig vond, is dat je op de juiste momenten er was als ik het nodig vond. Dus je hield het proces van buitenaf in de gaten. En als het nodig was, trok je aan mijn vestje om me bij te sturen. En als ik jou nodig had, was je voor mij bereikbaar. We zijn ontzettend gelukkig in ons huis. Het is een schitterende woning en ja, een prachtige plek. Financieel is het gewoon gezond, geregeld. Dus ja, alles bij elkaar is het ja, echt ons droomhuis wat we op deze manier hebben kunnen betrekken.